Twee vragen, vrienden. Die schoten door mijn hoofd. Hoe durven ze? Dat was één. En twee, waar blijven ze? En die hoe durven ze? Dit slaat natuurlijk op de spelers van Feyenoord. En waar blijven ze? Dat slaat natuurlijk op het bestuur van Feyenoord. Ja, hoe durven ze? Laten we daar nou eens mee beginnen. Met de spelers van Feyenoord. Die moeten hun handjes heel hard dichtknijpen met Dick Advocaat als trainer. En dan gaan ze dus zitten zeuren tegen Dickie over de manier van spelen. En dan willen zij dus zogenaamd dan druk zetten, naar voren heet dat dan. En hoog staan en ga zo maar door. Jaap Stam, die is daar dus keihard over gestruikeld. Die kwam er dus achter dat die spelers van Feyenoord te middelmatig zijn om dat systeem te spelen. Jaap was toen te eigenwijs om door te douwen en die wilde per se druk zetten. En dat kostte hem de kop. Dickie dacht bij zichzelf, dat gaan we dus niet doen. We gaan dus verdedigend spelen. Daar beginnen we mee. Rustig aan achteruit. En elke keer ze de bal hebben, hup, in de omschakeling. En proberen een goal te maken. Dat heeft Dickie gedacht. En elke keer maar weer lag en ligt Dickie nog steeds in de heg met die spelers over die tactiek. Hey, bemoei je er even niet mee. Jullie zijn te middelmatig om je daarmee bezig te houden, spelers van Feyenoord. En toen kwam die. Na de wedstrijd tegen AZ, toen zei Dickie, ja, mijn spelers die zijn minder dan die van AZ. En daar heeft Dickie volkomen gelijk in. Iedereen die maar een beetje verstand heeft van voetbal, die ziet dat. En hup, daar gingen de spelers onder aanvoering van Berghuis. Moet je nou nagaan, uitgerekend Berghuis. Dat is werkelijk, die loopt al maandenlang uit vorm over het veld te slenteren en die weet na een wedstrijd niet eens meer hoe het scoreverloop was. En juist die Berghuis, die komt dan tegen Dick zeggen, dat mag je niet zeggen hoor, over ons. Nee, want wij zijn natuurlijk niet minder dan de spelers van AZ. Haha, Berghuis. Hey. En dan gaat die Toornstra, die gaat er ook nog mee zitten wauwelen en die keeper die ging mee. En dan denk ik bij mezelf, waar is dan de leiding van Feyenoord? Waar is Arnezen? En waar is die Koevermans en weet ik veel hoe ze allemaal heten? Waar zijn die dan? Om eens eventjes naar die kleedkamer te lopen bij Feyenoord. De deur open te trekken en te roepen, houd je kop dicht! En ga voetballen! Dat hadden ze al een keertje moeten zeggen. En ze hadden Dickie moeten beschermen. Want dankzij Dickie doet Feyenoord hier en daar nog een beetje mee. Want anders had Feyenoord al misschien helemaal in het rechte rijtje gestaan. Wat moet Advocaat met Linzen, met Diemers, met een fysiek zwakke Ver. Ja, met een Berghuis die geen kokosnoot raakt. Met die Jurgensen die al helemaal niet meer eens weet of die op een voetbalveld loopt, ja of nee. En daar verwachten ze dan enorme resultaten mee. Nee, Dickie heeft al het maximale bereikt met Feyenoord. En dan wordt hij met zijn ervaring ook nog eens een keer lastig gevallen door die middelmaat. En het allerergste, en dat komt nu. En dan hebben die spelers gezegd, ja maar Dickie, je moet niet zo langs de lijn staan. En je moet niet zo schreeuwen, Dick, want daar kunnen we niet zo goed tegen. En wat hebben we gezien bij Heerenveen? Dus dat Dickie als een dood vogeltje in de dugout. Dat hebben we gezien. Dus ook nog eens een keer moet Dickie luisteren naar dat soort geleuter. En moet hij zichzelf ook nog eens een keer aanpassen. De Dickie van 10 jaar geleden, die had tegen die hele meute gezegd, zoek het uit, hier, en die was weggegaan. Dat had Dickie gedaan. Maar Dick wil nu nog een keurig einde hebben bij Feyenoord. En daarom moet hij dit allemaal nog slikken, deze ongein. Dus bestuur van Feyenoord, laat je zien en bescherm Dick Advocaat en spelers van Feyenoord,
Houd je kop en ga eens een keer voetballen.